Oxford, 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 Oxford. Zover, dan ga ik naar Oxford United. Mijn vader ligt nu te slapen en ik heb heel veel zin. Weer terug bij mijn oude tijd, de Yellows, Oxford United. Als je de video nog niet gezien hebt van vorig jaar, linkje staat in de beschrijving. Net een week of zo staat hij erop of zo, twee of zo. Weet ik niet precies. En dan ga ik vandaag weer naar Oxford United en mijn trip toe van Oxford United. Ik heb er echt zoveel zin in. Maar eerst gaan wij een wedstrijd spelen, of FIFA, van kijken wie er gaat winnen. Dus, ja, dan zie ik jullie zo. En ik hoop dat jullie de video in ieder geval alvast een like geven. En het vraag is alleen nog of ik het in één of twee delen ga doen. Mijn trip to Oxford ligt aan hoeveel beeldmateriaal ik heb. En dan ga ik nu de wedstrijd spelen. Oxford United, Leyton Orient. En kijken wie er wint. Speler de wedstrijd Oxford United, Leyton Orient. En dit speler Roof in de basis natuurlijk. Roof die de talentvolle speler is. Tijd voor heroes, tijd voor helden. Bij Oxford United was onder andere hij een van de helden. Dat is Callum Adeyemi. En die spelers maken hem wel bij Oxford. Net als andere paar spelers. Ik vind dat ook weer niet zo ontzettend leuk. Roof, hij moet er langs. Maar Roof, hoe gaat hij er langs? Roof. Oh, ja, wacht, oh, sluiting is en geweldig binnengeschoten. Lekker hoor. In de 27e minuut maakt Roof de 1-0. Pak die bal. Simpson. And he's jumped over that sliding challenge. And now the shot. Decent block. Blok. Oh, dit is zo dood. Callum McGregor. Geef die bal. Of Helton. Helton. Maak het. Helton. Doe het. Oh, Jamie Naschie. En jongens, welkom bij de tweede helft vandaag. 1-0, Roof maakt de eerste. En we gaan door met de tweede helft. Helton had trouwens een enorme kans, maar kreeg die bal er maar niet in. Helton. Doe eens nou maar. Helton, man. Helton, wat ben je allemaal aan het doen, joh? Je schiet die bal de hele tijd maar niet in en zo. Ik ga hem gewoon in één keer nemen. YOLO. Gas, wat de fuck ben je aan het doen? Dat is helemaal niet te bedoelen. Wat een foutje. Houten maakt het doen. En maakt het gewoon heel erg. Wat een foutje. Wat een foutje. Helemaal niet te bedoelen. Wat een ja, nou scoor ik uiteindelijk nog wel bizar mooi. Jellele. 2-0. Oh, dat zou toch een mooie wedstrijd zijn als Oxford 2-0 weer van Leyton Orient. Ja, lopen. Nu. Schiet me
voor die twee keer de lat en de paal en weet ik veel wat allemaal. En dan krijgt die bal er maar niet in. En nou scoort hij. Opeens, de laatste paar minuten. Ja mensen, ik heb gewonnen 3-0. Het zou toch geweldig zijn als de wedstrijd zo eindigt. Ik denk het niet, maar ja, we gaan er tot nu toe. Ik ga er wel vanuit omdat ik deze wedstrijd heb gespeeld. En hoop dat ik nou wel een keer gelijk had. Stickers neem ik mee. Ik neem mijn telefoon mee, want daar ga ik mee filmen. En dit zijn mijn setje stickers van Feyenoord Oxford. En ik neem een setje mee. En ja, dan ga ik bij de wedstrijd proberen te plakken. En weten jullie in de video. En natuurlijk, er zit niet alles in de video, dus het is ook wel een beetje gokwerk. Maar weet, schat ongeveer hoeveel stickers ik bij deze trip toe heb geplakt en win 100 stickers. Dus misschien doe ik 200. Het ligt er nog maar net aan hoeveel ik er nog overhoud. In ieder geval, weet je dat en win dan een paar van deze stickers. En die stuur ik dan naar jou op. Dus ongeveer, het is, het is gokwerk, maar als je het weet dan word ik het aan. We'll be right back.
slapen. Volgend jaar weer ga ik naar Oxford en dan ik heb er wel weer zin in. Goedemorgen, ik ben wakker, ik ben moe, nog steeds. Maar we moeten een keertje vroeg op, ja dat is zo als een leeuw. Ik heb daar wat nieuws gekocht voor Oxford en een pet. En die laat ik nog wel zien in de video's, in deze video. Gisteren balen niet gewonnen. Ik had er echt op geheugen, weet je wel, dat gewoon Oxford de punten pakte tegen Leyton. Het was niet best, vorig jaar hadden we ook een verloren wedstrijd gezien. Maar toen waren ze nog wel beter, ik vond ze vandaag niet zo best. Ondanks ze derde staan, ze doen het super goed. Jammer dat ze alleen niet wonnen, maar toch super dagen gehad in. In het natuurpark van Oxford. Nee, grap. Ik ben in de trein. En ja, we zijn op weg weer naar huis. Kijken. We hebben een trein eerder gepakt. Met moeite, maar het is gelukt. En we zitten nu in de trein en op weg naar huis. En ik heb het super gehad. Alleen jammer dat ze niet gewonnen hebben. Volgend jaar ga ik weer. Dan gaan we dan wel kijken wat het dan wordt. Maar in ieder geval, niet gewonnen. Maar ja, volgende keer beter zeggen wat het maar. Hè. Ik bedoel, volgend jaar ben ik er weer, dus dan nieuwe kansen. Lekker, eindelijk thuis. Na een prachtige dag bij Oxford. En ik ga hem nu editen. En dit is wat ik gekocht heb. En ik ben super blij. En het was leuk. Helaas verloren, maar volgend jaar ga ik gewoon weer. Ik ga gewoon tot de rest zolang tot ze een keer winnen. Maar ja, ze staan nog tweede, dus ze hebben nog kans gewoon op de titel. En volgend jaar gewoon naar de Football League One. Maar ja, ik blijf ze volgen. En ik hoop ook dat ze winnen. En het zou mooi zijn. Gebeurt dat niet, jammer. Maar we gaan er gewoon weer voor. En Yellows, wij zijn Oxford. Ik laat jullie nu even zien wat ik gekocht heb. En dan... Spreek jullie nog.